allebei een beetje op hetzelfde manier begonnen. Eigenlijk in een soort Eigenlijk wil je hiermee zeggen dat waar je ook vandaan komt, voor iedereen is hoop. Nou ja, nee. Het is een heel triest begin. Nee, ik vind het niet zo triest. Vind je het een triest begin? Nou ja, met een wc-borstel en die uitspraken van mij, daar kunnen we nou niet heel trots op zijn, denk ik. Of jij kijkt blijer dan mij. Nou, ik vond het wel leuk om te zien. Ja, en uiteindelijk waar je nu terecht bent gekomen, zie je dus dat je door vlieguren te maken uiteindelijk nu bent waar je bent. Een kopstuk voor het weekendamusement op SBS6. Maar schaam je voor als je dit nu ziet? Nou, schaam is een groot woord, maar ik ben er nou niet echt dat ik denk van nou, heel trots op of zo. Nee, maar het is wel het begin van de kennismaking van Kim, van Britt, en ik nu ziet hoe je je ontwikkeld hebt, is ook een voorbeeld kun je zijn voor veel mensen die denken, hey, als je maar bent wie je bent, dan kun je uiteindelijk op het hoofdpodium terechtkomen op televisie. Ja, dat is wel waar. Hoe ervaar jij dat als je dan terugkijkt naar een programma's over? Kun je even over de rode uitleggen wat voor programma het is? Ja, wij gingen de straat op en voor 1000 gulden toen werd je uitgedaagd om een opdracht te doen. En het was eigenlijk een soort vrijgezellensfeertje. Dus in het begin ging ik de straat op en was het ook nog heel naïef, zeg maar. Het was sinaasappel doorgeven via je kin naar een ander. Maar iedereen deed natuurlijk alles. Dus die opdrachten die werden steeds gekker en gekker en gekker en gekker. Maar het programma werd ook steeds populairder. Dus dat liep behoorlijk uit de hand. Ja. Maar ik vond het leuk in die zin. Nou, als ik op straat bezig was en op een gegeven moment werd het heel bekend, dus iedereen wilde meedoen, dan kwam je eigenlijk in een soort vrijgezellensfeertje terecht. En dan was het alleen maar lachen, gieren, brullen. Maar als ik zelf thuis een keer terug zat te kijken, dan dacht ik wel echt, wat doen we? Wat zijn we aan het doen? Of smerig of vies. Maar het is gewoon een heel ander gevoel op het moment dat je bezig bent dan dat je voor de buis zit. Het zou nu bijna niet meer kunnen, denk ik. Want dat was eind jaren 90 toch, over de rooien, gok ik. Denk ik, ja. Dus ik bedoel de onbevangenheid van mensen toen op straat die overal op ingingen. Terwijl mensen zijn nu veel meer gewapend toch als hun kamer op afkomt. Ja, dat denk ik zeker. Ja. Denken van, nou, het zal... Nee, alles kon en alles was... En nu werken jullie samen. Hoe is die chemie? Goed. Ja, goed. We kennen elkaar nu 3 jaar privé. En uiteindelijk is het werk geworden. Hoe dus... dan privé? Nou, Britt zit in de paarden. En mijn dochtertje die rijdt ook heel graag paard. En die kwam een keer langs. Kijk, daar zijn ze samen op de foto. Een keer langs bij Britt op de manege. En dat was eigenlijk zo gezellig, dat het contact bleef. En nu rijdt Lizzie een pony die weer bij Britt op de manege stond. Nou ja, we hebben eigenlijk alles contact gehouden. Ja. Maar dat komt vanuit de paardenliefde. Nu, je hebt veel langer ervaring dan Britt. Is er iets wat jij haar probeert mee te geven? Of is er iets wat jij van Wendy wilt leren? Zijn jullie daarmee bezig? Ja, Wendy heeft natuurlijk Idols, X-Factor, The Voice 9 jaar gedaan. Dus... Wendy is wel in de studio helemaal doorgewinterd. Heeft volgens mij niet echt meer stress. En ik kom wel trillend binnen als een rietje. En dan zegt Wendy van, komt goed, doe maar rustig. Ja, kom je trillend als een rietje binnen? Bij het programma We Want More, dat vond ik wel heel erg spannend. Want het was echt een droom die uitkwam. Echt een groot podium, hè? Een groot podium. Ik had nooit verwacht dat ooit te kunnen bereiken. En toen dacht ik, ik wil deze kans niet verpesten. Want ik heb 1 kans. Er zijn 1000 blonde meisjes die misschien net daar nog 100 keer knapper zijn dan mij. John de Mol kan iedereen kiezen die hij wil. Dus ik wil dit niet verpesten. Dus dan denk je wel van, doe het alsjeblieft goed.